heel bijzonder dat je in 94 als een jong manneke die winkel begint en in een stad waar je niemand kent en dat je nou na 30 jaar nog steeds daar zit en een groot netwerk hebt met jonge mensen, oude mensen. We hebben mensen verloren, ook sommigen op jonge leeftijd. Jongens die hier heel veel kwamen, kids die begraven zijn in een bonktrui. Ja, dan schieten mijn ogen wel vol. Dat zijn de dieptepunten, maar de hoogtepunten zijn er natuurlijk ook. De feesten die we geven, de filmpjes die we maken met kerst, de grappen en rollen die we uithalen, het succes van een winkel die draait, daar wordt iedereen gelukkig van. En zonder dieptepunten geen hoogtepunten. En het was gewoon een hell of a ride. En als ik er nou nog eens even zo over nadenk, ja, 30 jaar. Poeh, is niet niks, man. Echt gek. En het is bijna cliché, het is voorbij gevlogen.